Yes, lieve kijkers en luisteraars. Leuk dat jullie weer kijken of luisteren naar een nieuwe aflevering van de Van Niets naar Iets podcast. Mijn naam is Youssef El Abassi en ik ga in gesprek met ondernemers die van niets iets succesvols hebben kunnen maken. Vandaag zit ik in de studio met Jihan Karadawood. Jihan, welkom in de studio. Ik ga even kort introduceren en dan gaan we lekker vlammen. Gaan we knallen. Yes, sir. Jihan is ook wel bekend als Fit Barber Giro Style. Hij begint op zijn 13e op de zolder met knippen. Nou, dat knippen valt op. Hij doet het supergoed, waardoor hij klanten als Royston Drenthe, Robinho, Adebayor, het elftal van Feyenoord, het elftal van Ajax aantrekt. Hij heeft ze allemaal geknipt. In 2019 besluit hij om een echte fysieke zaak te openen, de eerste kapperzaak. Een tijd later vormt hij die kapperzaak om naar Glow. Dat is een van de grootste laserbedrijven van Nederland en België. En inmiddels is hij ook succesvol bezig met Mori Vision. Wat het allemaal inhoudt, dat gaan jullie allemaal horen in deze aflevering. Het is een mooi van niets naar iets verhaal. Dus ik zou zeggen, dames en heren, riem me vast en we gaan Jihan aan de tand voelen. Yes. Jihan, welkom in de studio, man. Ja, man, bro. Zo. Ik ben blij om je hier te hebben. Het heeft even geduurd en we zitten hier eindelijk samen. Zeker. Ik ben er super blij mee, man. Ja, hoe gaat het met je? Alhamdulillah, broer, ten alle tijden. En het gaat echt super lekker. Ik zit ook lekker in mijn vel. En ik heb er ook echt zin in, man. Ja, je bent de laatste tijd goed bezig, zeg ik, op de socials. Je bent altijd goed bezig. En de laatste paar maanden ben je extra hard aan het gaan. Met ijsbaden, voedsel, trainen. Het is bijna elke dag ben je er wel mee bezig. Hè? Hoe gaat het daarmee? Ja, gaat goed. We hebben een leuke groepje, vrienden. We motiveren elkaar. We hebben ook zo'n motivation groep. Ik zag het. En gewoon allemaal topsporters, gewoon vrienden van mij. En we geven elkaar tips en voedingadviezen. En ook op sportschool elkaar even triggeren. En we hadden ook laatst ook een bootcamp gedaan. Ja, ik zag het. Ja, man. Ja. MMC bootcamp, echt top. Ook een goede broeder van mij. En ja, we zijn gewoon elkaar eigenlijk echt op body, mind en soul aan het trainen. En ik zie gewoon dat ik ook als persoon dat echt nodig heb. En het helpt mij ook in het ondernemen. Want ja, als je body en je mind bij elkaar zet, kan je ook heel veel andere dingen ondernemen. En ja, ik zeg je eerlijk, bro, alhamdulillah, man. Alhamdulillah, goed bezig, man. Ja, zeker. En dat ondernemen, dat zorgt er eigenlijk voor dat je een mooi leven kan leiden. En ja, hetgeen wat je nu doet, dus voeding, mindset, alles wat bij elkaar komt, dat draagt daar dus echt aan bij. Raad je dat ook aan mensen om dat te doen? Zeker. Ja. Als je lekkerder in je vel zit, kan je ook natuurlijk beter functioneren. Ja. Ik heb nu voor mezelf een bepaalde lifestyle gecreëerd. Dat doe ik nu, denk ik, 2 jaar. Tuurlijk, daarvoor is natuurlijk wel heel wat gegeven. Welke lifestyle is dat dan, als ik vraag me? De clean lifestyle, de healthy lifestyle. Ik ben ook echt de laatste 3 jaar ook heel erg bezig met praktiseren. Dat geeft me ook heel veel rust. Alhamdulillah. En daarnaast gewoon eigenlijk trainen, eten, werken, familie, praktiseren. En ja, deze cirkel maak het gewoon rond. En daardoor ben ik eigenlijk, ik vind eigenlijk succesvol. Ja, ik bedoel, voor deze dunia, maar we zijn natuurlijk ook voor het agera moeten we ook bezig zijn. Ja. En ik vind gewoon het totale plaatje wat compleet is. En dat maakt mij succesvol, vind ik zelf. Ja. En ook met mijn familie. Dus dat is ook succes. Want er zijn ook heel veel mensen die met hun familie bezig zijn. Maar die natuurlijk uit elkaar leven. Maar wij leven echt met elkaar. En dat vind ik ook een succes en waardevol. Mooi om te zien hoe je die elementen allemaal combineert. Vooral het element van geloof. Maar ook lichaam. Hè? Want we hebben een lichaam. En het belangrijkste, hetgeen wat het belangrijkste is wat in het lichaam zit. Het hart en de ziel, zeg maar. En ik zeg altijd, die twee moeten natuurlijk in het lichaam wonen. Die werken pas goed, die functioneren goed als het lichaam ook sterk en gezond is. En daarom zorgt die combinatie van trainen, dat je mindset en je soul ook gewoon goed werken. Dus dat raad ik zeker ook aan iedereen die kijkt en luistert. Ga daar zeker mee aan de slag. En volg Gino Stijl om te zien hoe hij dat doet. Ik vind het echt mooi hoe hij daarmee aan de slag is gegaan. Nou, dan gaan we nu door even naar het echte werk, naar het ondernemen. Het van niets naar iets moment. Yes. Je weet het, hè? We gaan altijd terug naar het niets moment. Helemaal terug in de tijd, toen je nog klein was. Jong, een jaartje of 8, 7. Weet je wat je toen nog wilde worden? Voetballer. Zoals elke jongen. Veel jongens, ja. Ja, ik keek natuurlijk heel erg op toen. Ik ben van 86, dus ik ben 37 jaar. Uh-huh. En in mijn tijd was WK 90, kan ik me goed herinneren. Ja. Met Nederlands elftal, met Bergkamp, Kluivert en alles. En ja, voetbal, ik ben ook heel... Gouden generatie was dat, Gouden generatie. En met voetbal begonnen. En ik wil altijd een voetballer worden.
omdat ik het spelletje leuk vond. En natuurlijk ook het lifestyle wat erbij komt kijken natuurlijk. Ja. En mijn doel was altijd voetballer worden, geld verdienen en voor mijn familie zorgen. Dat was eigenlijk mijn hoofddoel. Ja. En dat wil ik met voetballen doen, omdat voetbal in mijn belevenis het meeste geld opbracht. Ja. Totdat eigenlijk we een andere richting hebben gekozen. Ja. Maar ja, alhamdulillah, alles gebeurt met een reden. Ja. En ja, zo is het verhaal eigenlijk een beetje begonnen. Ik ben jong leeftijd begonnen met voetballen. En, ben je ook een beetje op niveau gaan voetballen op een gegeven moment? Of is het puur lokaal gebleven? Ja, niet echt. Ik ben wel op mijn 18e heb ik een keertje stage gelopen in Turkije bij Kayserispor. Mm-hmm. Maar ik zeg altijd, weet je, kijk, het moest gewoon zo lopen hoe het moest lopen. Maar ik heb niet echt heel hoog gevoetbald, maar ik kon wel voetballen. Ja, dus het is gebleven bij een hobby, uiteindelijk niet echt de professionele kant op gegaan. Ja. Neem ons mee, op een gegeven moment word je ouder en dan besef je van oké, ja, dat voetballen is leuk, maar het is niet voor mij weggelegd, het is niet mijn lot. Neem ons mee, wat doe je op een gegeven moment als je wat ouder bent? Je komt in de puberteit. Neem ons mee, wie ben je en wat ga je doen? Ja, ik was zeg maar, ik zat in groep 8. Mm-hmm. Mijn vader was kapper in zijn jeugd. En ja, als jonge jongen kijk je ook natuurlijk op naar je vader. En mijn vader was van Turkije gekomen natuurlijk als immigrant. Hij is naar Turkije, naar Nederland gekomen werken. Maar hij kon kappervak kon hij niet doorzetten. Ging hij in de steigerbouw werken. En nou, ik was 12. Toen zei mijn vader tegen mij van, ik wil dat je ook kapper gaat worden. Want ik wil gewoon dat je het beroep leert. En dan kun je altijd nog, al wil je het niet, maar als je het beroep maar leert. Toen heeft hij mij op mijn 12e leeftijd heeft hij me naar een kapperzaak gebracht. Echt old school. Toen moest ik daar komen en na schooltijd vloeren schoonmaken en echt leren hoe ze in Turkije dat deden in een Turkse barbershop. Ben ik eigenlijk als kleine jongen van 12 ben ik daar begonnen. Ik heb daar 2 jaar lang heb ik eigenlijk letterlijk en figuurlijk alleen maar vloeren schoongemaakt. En dan proberen voor een zakcentje. Guldentijd was het zelfs nog. Kreeg ik 25 gulden per week. Maar ik begon het leuk te vinden, omdat ik zag dat mensen heel vrolijk naar binnen kwamen en naar buiten. Want ja, kapper is toch natuurlijk voor mannen hè, iets. Je wordt toch wat vrolijk als je haar wordt geknipt. Vooral als het goed gedaan wordt. Als het goed gedaan wordt, zeker. Ik heb daar 2 jaar een soort van stage gelopen. Maar het was niet alleen maar het vak leren, maar ook, ook hoe je met mensen moet omgaan. En dat je ook verschillende mensen had, zeg maar. Daarmee bedoel ik van, ja, zagrijnige gasten had je. Je had ook natuurlijk ook jongens die in de verkeerde beroep zaten. Maar ik ben heel jong oud geworden. En toen op mijn 14e was ik in de buurt, zei ik tegen de jongens van de buurt van, hey, mag ik jullie knippen? Ja, en je weet zelf hoe dat ging toen. Van ja, ben je gek, ik ga me niet laten knippen door jouw vrienden van mij, weet je wel. En ik ging ze echt letterlijk gewoon smeken van, alsjeblieft laat me je knippen, want ik kan knippen. En op een gegeven moment begon ik de eerste kapsel op mijn 14e begon ik uit te oefenen op een vriend van mij. Dat duurde ongeveer, als ik me goed kan herinneren, tussen de 2,5 uur en 3 uurtjes. Het was in de douche bij ons thuis. Mm-hmm. Ja, dat zag er natuurlijk niet uit, maar het was wel mijn eerste kapsel die ik kon doen. Dus die jongen heeft een paar weken met petje gelopen. Ja, met petje en met pleisters, want ik had natuurlijk ook met scheermes. Op dat moment natuurlijk iedereen in de buurt ging me uitlachen. Hmm. Maar bro, ik had een doel voor het ogen. Ik dacht van, ik moet dit vak gewoon leren. Dus ik begon gewoon andere vrienden van mij te vragen. En op een gegeven moment begon dat echt te lopen. Begon ik 1, 2, 3, 4, 5 jongen allemaal gratis te knippen. Want ik wou het vak leren. Ja. Op een gegeven moment begon ik zo goed te worden dat ik er geld voor kon vragen. Begon ik 2,50 gulden tijd. Ja, dus want je bent op je 14e ben je begonnen met het knippen van de jongens in de buurt. Wanneer kwam het moment dat je inderdaad het gevoel had van ik begin goed te worden, de bevestiging ook kreeg van de mensen en dat je geld voor begon te krijgen? Na een jaar pas. Dus ik heb echt een jaar lang heb ik gewoon echt op mensen lopen oefenen. Want niet iedereen wou bij mij knippen natuurlijk. Maar je moet wel natuurlijk, toen had je geen Instagram, je had geen Snapchat. Het was heel moeilijk. Ik had niet eens een zaktelefoon. Ja. 06 had je het niet eens. Dus Nokia-tijd. Ja, het was gewoon Nokia-tijd. Maar dat komt pas daarna. Okay. En mensen kwamen gewoon aanbellen bij ons thuis. Van, is Gian thuis en ik wil graag gaan knippen. Kijk, dat was dat stukje bevestiging van, hey, ik kan knippen. Het vak te leren. Mensen zoeken mij op. Mensen zoeken mij op. En we hadden een zolder. En mijn vader had daar voor mij een stoel neergezet. Een kleine spiegeltje. En bro, ik zeg je eerlijk, de bevestiging dat ik echt goed begon te horen was 1 dag voor suikerfeest. Je weet hoe dat gaat natuurlijk. Iedereen moet fresh worden. Op een gegeven moment begon ik om 9 uur en tot 1 uur in de nacht of zo begon ik te knippen. 9 uur 's ochtends? Ja, 9 uur 's ochtends tot 1 uur in de avond. Ja. Je moet beseffen, bro, er is geen telefoon, er is niks. Ik ben gewoon boven op de zolder. Er kwamen gewoon mensen, gewoon random aanbellen. Ja, er is een jongen die knipt. Ja. En dat was ik dan, zeg maar. Ja, op die dag had ik volgens mij 180 gulden of zo verdiend. En ik was echt zo super trots natuurlijk van, hey, ik begin mijn eerste geld te verdienen. Ja. Maar in die tussentijd natuurlijk ga je ook naar school, ga je vrienden leren kennen. Dus je wordt steeds bekender. Ja.
Dat heb ik eigenlijk gedaan tot mijn 18e. Ja. Op zolder geknipt. Mm-hmm. En daarna dacht ik van, ja, ik moet nu naar een next level gaan. Ik moet nu een stap verder. Toen begon ik eigenlijk... Waarom dacht je dat? Omdat je bent op zolder. Je knipt wel goed, maar ja, je bent op dat moment toch... Ja, waar knip je? Je knipt in een zolder. Je wilt toch een bepaald status hebben. Je bent uit je jas gegroeid, zeg maar. Te veel klanten, te veel klanten om daar te blijven knippen. Ja, precies. Ja, ook, want iedereen ging natuurlijk aanbellen bij mijn moeder thuis. En bij mijn ouders thuis. Dus dat, ja. Dat was ook natuurlijk een gegeven moment... Stukken privé ook, ja. Precies. Ja, toen ben ik eigenlijk op mijn 18e ben ik... Op mijn 18e ben ik in een kapsalon gaan werken. Ergens op Binnenweg, Nieuw Binnenweg. In Rotterdam. Mm-hmm. En daar knipte ik eigenlijk vrijdag en zaterdags knipte ik daar. En daarnaast, want school ging niet goed. Ik was niet echt een jongen die heel geconcentreerd boeken kon lezen en huiswerk deed, zeg maar. Maar ik wist wel dat ik met in praktijk veel beter was. Dus ik focuste me ook op praktijk, dus op knippen, zeg maar. Mm-hmm. Daarnaast, op mijn 18e, mijn zus, die werkt bij de politie. Die werkt nog steeds bij de politie. En die zei tegen mij van, Gino is trouwens mijn roepnaam. Jihan, mensen kennen hem als Gino Stel. Dus Gino. Van Gino, er is werk bij de politie. Wil je graag gaan werken? Ja. Ik denk, ja, bij de politie, wat moet ik daar gaan doen? Ja. Moest ik boetes gaan invoeren in het systeem. Ja. Toen was alles handmatig. Ja. Ook als een bijbaan. Nou, op een gegeven moment dacht ik, ja, is leuk. Want ik kreeg ook goed betaald. Ik kreeg het volgens mij 10 euro of 15 euro per uur. Was echt top voor mij op 18-jarige leeftijd. Zeker. Ja. En ik kon echt uren maken. Ja. Dus ik maakte ongeveer 30 uurtjes of zo. Dus gewoon 400 euro per week voor een jongen van 18. Nou, top. Je woont nog bij ouders. Ja. Dus ik deed eigenlijk, toen deed ik part-time werken bij de politie. Ja. En ik was toen ook gestopt met school op mijn 18e. En ik deed part-time knip in die kapsalon. Nou, zo ging ik het combineren. En dat was voor alle duidelijkheid niet je eigen kapsalon. Dat was gewoon een kapsalon van iemand anders waar jij... Waar je gewoon 50-50 werkt. 50% is voor de zaak en 50% is voor jezelf. Voor jezelf, oké. Ja. Maar dat was puur de knippen deed ik altijd als hobby. Want ik vond het gewoon leuk om mensen te knippen en om mensen gewoon mooi, leuk de deur uit te halen. Had je nooit het gevoel van, ah, dit is echt werken? Nee, ik heb nooit gehad dat knippen echt werken was. Omdat ik echt leuk vond en ik deed met passie. Ja, dan heb je een passie te pakken. Ja. Ik had gewoon passie en ik vond het echt leuk. En ik kreeg ook elke keer bevestiging. Zo broer, ik kan echt goed knippen. Ja. Nou, dat deed ik gewoon 2 dagen. En daarnaast werkte ik bij de politie als part-time boetes invoeren. Ja. Nou, dat deed ik ook heel goed. Want na 6 maanden kreeg ik een contract aangeboden. Een vast contract. Nou, in die tijd, dan praten we over 2005. Kreeg ik een vast contract aangeboden van de politie. Van, we willen je niet als uitzendkracht meer hebben, maar willen je gewoon als vast in dienst. Ja. 36 uur. Want dat paste precies bij mijn knippen. Ik kon van maandag tot en met donderdag bij de politie werken. En daarnaast was ik part-time kapper. Ja. 5 jaar lang bij de politie gewerkt. Ja. Maar in die tussentijd, tussen 2005 en 2010, je wordt ouder. Je hebt natuurlijk vrienden in de buurt. Sommigen doen natuurlijk andere dingetjes. Zoals, We kennen het wel. Nou, en ik was altijd gewoon... alhamdulillah, ik verdiende altijd mijn gewoon geld op een eerlijke manier. Dus ik had nooit de verleiding om andere dingen te gaan doen. Omdat ik wist van, met hard werk kom je er ook. Halal geld. En ik wou natuurlijk mijn ouders niet gaan beschadigen met... mijn moeder en mijn vader zeiden altijd van, jongen, je mag doen wat je wil. Maar laat alsjeblieft niet een politie bij ons voor de deur komen van, je zoontje zit vast voor dit of dat of dat. Want dat gebeurde wel in de buurt met jongens waar we om gingen. Tot 2010 werkte ik bij de politie. Alleen, ik had natuurlijk ook vrienden waar ik af en toe mee omging. En daar werd je mee gesignaleerd. Af en toe zat je in een auto richting uitgaan of zo. Staande houding. Nou, je bent erbij. Kreeg ik in 2010, moest ik op verhoor komen. Trouwens, ik ben nu echt dingen aan het vertellen wat ik gewoon nog nooit heb gepraat. Maar ik wil het gewoon wel open en eerlijk gewoon hier kwijt. Werd ik verhoord door rechercheurs van wie is dat, wie is dat? Waarom ben je met die omgegaan? Want jongens waar ik mee omging, waren geen kleine jongens. Maar dat wist ik op dat moment niet. Want voor mij waren ze gewoon een appie of gewoon vrienden van de buurt waar ik mee voetbalde. Maar dat waren gewoon blijkbaar gewoon best wel grote jongens. Ja. Nou, daar werd ik mee geconfronteerd. En hun dachten dat ik ook... mee te maken had. Want mijn lifestyle... nogmaals, ik werkte part-time politie en part-time kapper. Dus ik vind gewoon goed geld. Ja. Maar ja, op dat moment, als je een broek van 400, 500 euro draagt... en een schoen van 1000 euro, was het gewoon crimineel logo, bam. Stempeltje erop. Ja, en ik hou van kleding. Dus voor mij was het ook gewoon de uiterlijk van een crimineel. Nou, en toen... Ik ben 9 uur lang verhoord, bro. 9 uur lang. 2 rechercheurs die verhoren mij en die zeggen mij van... Oké, nu moet je gaan vertellen, wat is jouw functie in deze groep? Ik zeg niks. Ik zeg, ken ze. Ik voetbal met ze. Ik ga met ze uit. Maar voor de rest, we doen niks. Nee, dat kan niet. La 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 la. Bro, mijn telefoons waren afgepakt. En die man zegt gewoon tegen mij van... Op een gegeven moment, hij staat op de ding. Hij zegt, als je nu niet vertelt wat je ding is, word je nu aangehouden.
Gewoon, ze ging me gewoon echt gewoon chanteren. Ze geloofde je niet? Ze geloofde me gewoon niet. Oh. Nou, toen zei ik tegen hem van, nou, nogmaals, ik zeg, ik heb er niks mee te maken. Ik zeg, en ik weet niet eens wat ze doen. Ik zeg, het boeit me ook niet. Ik zeg, ze zijn gewoon vrienden van mij. Ik ben, op dat moment ben ik non-actief gesteld. 6 maanden lang werd ik non-actief gesteld. Moest ik gewoon thuis zitten. Ik werd wel doorbetaald, maar ik was wel non-actief gesteld bij de politie. Ik vond het heel erg, omdat ik, ja, ik heb altijd met eer en trots te maken. En ik dacht elke keer, oh shit, mijn zus werkt ook bij de politie. Dadelijk gaat zij onder last mij hebben van last hebben. Dus dat was echt mijn angst. Na 6 maanden kreeg ik een brief. Moest ik bij de korpschef gaan melden. Ik had al in mijn hoofd van, ik wil niet meer bij zo'n organisatie werken die geen vertrouwen heeft in mij. Want ik werk altijd met liefde. Maar dat wantrouwen, dat dacht ik bij mezelf van, nee man. Ik word gewoon nu voorbestempeld omdat ik met vrienden van mij op pad ben. Ja. En dan word ik opeens ook in een link gelegd. En er is niet eens bewijs? Niks, broer. Gewoon niks. Omdat ik gewoon een paar keer ben staande gehouden, hebben ze gewoon notitie gemaakt. Jihan Karadavoet heeft dit en dat. Graag onderzoek of zo. En toen zijn ze erachter gekomen dat ik bij de politie werkte. Toen werd ik opeens veroordeeld door 2 rechercheurs. Ja. Werd gewoon meegenomen van mijn werkplek. Ja. Dat was natuurlijk ook... tijdens mijn collega's waren gewoon ook op dat moment aanwezig. Dus hun dachten ook van, wat gebeurt er nou? Ik moest gewoon uitloggen. 2 rechercheurs. Ze hebben me nog net niet in de boeien geslagen. Maar gewoon echt als crimineel hebben ze me gewoon behandeld. Oh. En na 6 maanden kwam ik bij de korpschef. En hij zegt tegen mij... ja, als je nu vertelt wat er is gebeurd, mag je blijven. Zo niet, moet je ontslag tekenen. Nou, ik zeg, nou, ik houd de eer aan mezelf. Sowieso bij een organisatie die geen vertrouwen in mij heeft. Teken ik mijn ontslag. Ja. Nou, ik heb mijn ontslag getekend, bro. En ik denk in mijn hoofd van, oké, ik heb 5 jaar bij de politie gewerkt. Geen probleem, ik kom wel aan een andere baan. Want kapper was altijd natuurlijk mijn parttime baan, waar ik niet fulltime mee kon leven. Maar als jij zelf ontslag tekent, heb je geen recht meer op WW. Nee. Maar dat wist ik niet. Dus ik WW aanvragen. Opeens krijg ik een afwijzing van, ja, hè, als je eigen, op eigen verantwoording heb je ontslag genomen. Dus ja, je krijgt er geen recht op. Ik moest me laten ontslaan om recht op te hebben. Ja. Dat vond ik heel krom, weet je wel. Ja. Moest ik bij de sociale dienst aankloppen. Want ja, ik had natuurlijk ook in die tussentijd had ik ook een huis gekocht. Veel vaste lasten. Vaste lasten. In 2008 was dat. Dus ik moest aan mijn vaste lasten komen. En dat was mijn baan was bij de politie. Dus opeens ben je opeens zonder vast inkomen. Je bent opeens 70% van inkomen kwijt. Inkomen kwijt, ja. En ik wou mijn huis niet gaan inleveren. Nou bro, ik kom aan bij de sociale dienst, aankloppen. Ik zeg, nou ja, dit is aan de hand. En hij zegt tegen mij van, ja, je kunt bij ons in aanraking komen als jij ook gaat doen wat wij tegen jou zeggen. Dus ik moest een opleiding gaan volgen. En dan pas kreeg ik een soort tegemoetkoming. 700 euro of 800 euro was het toen. Uh-huh. Ik zei, oké, is goed, maar wat moet ik doen dan? Zij zegt, maar jij moet beveiligingopleiding gaan doen. Uh-huh. En dan, 6 maanden moet je voor jezelf eindstand beginnen. Nou, 2010 ben ik dan van de politie naar beveiligingopleiding gegaan. Bro, ik moest stage lopen bij de IKEA. Ik moest uren maken. Ja. Alle IKEA's heb ik gehad. Amersfoort, Utrecht, noem maar op. Ja. En geen moment van beveiliging kreeg ik het kans bij Sint-Franciscus Gasthuis. Een ziekenhuis om daar beveiliger te worden. Mm-hmm. Kom ik daar in dienst. Heb ik van 2010 tot 2012 heb ik bij Sint-Franciscus Gasthuis gewerkt. Toen kwam bij de Sint-Franciscus Gasthuis kwam altijd jongens van de DVNO, dienstvervoer en ondersteuning. Kwamen ze met arrestanten, weet je wel. Ik denk, hey, dat lijkt me... Van de justitie, toch? Van de justitie. Mm-hmm. Ik zei, dat lijkt me ook wel leuk, weet je wel, vet. Ik gesolliciteerd, 2012. Moest ik een hele opleiding volgen. 2012... Hoe oud ben je op dat moment als je daar solliciteert bij justitie? 2012. Welke levensfase praten we? 20 jaar of zo? Nee, 5 jaar bij 23, ongeveer 25 was ik. Ja. 25. Voor de beeldvorming van de luisteraars. Ja, 25 kijkers. Was ik. Justitie, eigenlijk heel die opleiding gehad. 5 jaar lang bij de justitie gewerkt. Van 2000... Wat heb je gedaan bij justitie? Ik heb dienstvervoer en ondersteuning. Dus alle boevenvervoer. Werkzaamheden. Boevenvervoer, arrestantafdeling. Reed je echt in dat busje ook? Of ja, ook. Oh, ja, man. Ja, leuk, want ik kwam ook natuurlijk bekenden tegen. En dat was minder leuk, weet je wel. Dat is minder leuk. Ja, en dan moet je eigenlijk je vriend of zo, of iemand waar je kennis in de boeien moet je hem gaan vervoeren. Het dilemma, zal ik die deur openzetten of niet? Ja, dat was wel een moeilijke periode. Nee, snap ik. Ja. Maar ik moest het gewoon gaan doen. Ik vond het werk ook gewoon heel leuk. Okay. 5 jaar ook weer. 5 jaar, man, bro. Zo, best wel veel werknemerschap, zeg maar, voordat je überhaupt overgaat met naar werkgeverschap, dat je ging ondernemen. Klopt. Echt flinke 10 jaar. Flinke 10 jaar heb ik geïnvesteerd. 12 jaar eigenlijk als u dan beveiligingsverhaal ook erbij neemt. Ja. Nou, toen in die tussentijd natuurlijk ben ik ook natuurlijk nog steeds parttime kapper. Kapper liet ik nooit los. Ja. Ik vond knippen gewoon heel leuk. Vrijdag en zaterdag standaard knippen. Ja. Hobbymatig geld verdienen. Precies. 2015
Ja, toen begon het eigenlijk. Werkte nog steeds bij de justitie. Mm-hmm. Nee, sorry. Nee. 2010 was ik klaar met de politie. 2014, 2 september, reden we met vrienden. Na uitgaan reden we in de auto. Ik had een sportauto, R20 toen. Mm-hmm. En reed ik heel, heel snel op snelweg. Ik werkte toen ook bij de justitie. Maar het was mijn privé tijd. Ik rijd heel snel, bro, met mijn auto. En op een gegeven moment werd ik aan de kant gezet. Ik reed met 220 of zo. Waar je 100 mocht? Waar je 100 mocht. Okay. Dus 2 keer harder dan normale snelheid. Dus ik met mijn vrienden uitstappen, politie. Met vuurwapens op mij gericht. Want waarschijnlijk was het een privéauto. En ik reed heel hard. En hun dachten, ik rijd weg van hun. Maar ik was helemaal in mijn race. Ik weet niet wat ik was alleen op de weg aan het letten. Ik was weg. Gewoon, we gingen racen met een andere auto. Oh. En hun waren achter ons aan. Op een gegeven moment staande gehouden midden in de stad ergens. En auto werd per direct in beslag genomen. En ik met mijn domme kop. Ik zeg, ik werk bij de justitie. Dus ik denk, ja, misschien gaan ze me motsen of zo. Weet je, want ik denk, ja, ambtenaar. Ik ben een van jullie. Ja, bro, dat was de fout. Ja, het moest zo lopen. Op dat moment zegt, dus je bent ook nog een ambtenaar. Ik zeg, nou, geef mij je pasje. Nou, pasje ingeleverd. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben gelijk een melding gedaan bij mijn leidinggevende. En ik zou eigenlijk in 2014, dus na die 5 jaar justitiewerkzaamheid, zou ik een vaste dienstverband krijgen. Ja. Hebben ze me weer non-actief gesteld. Hele onderzoek. 2014, 2 december... werd ik ontslagen en 2014, 4 december, zou ik een vast contract krijgen. Dus 2 dagen voor mijn vaste dienstverband hebben ze me eigenlijk ontslagen. Klote, man. Ja, zeker. Was nou, dat zou moeten lopen, zoals je zegt. Hè? Ja, en op dat moment kwam het gezegde van Allah sluit 1 deur en hij opent 10 andere deuren, broer. Ja. Op dat moment voelde ik me zo klote. Ik dacht van shit, mijn leven is voorbij. Ik zag echt heel mijn leven, heel mijn carrière zo instorten. Want ik ging weer terug bij de politie, hoe ik daar werd ontslagen. Nu weer eigen fout. Dus weer alles weer opnieuw. Op dat moment dacht ik bij mezelf, nee man, ik ga niet meer terugvallen. Fuck it, ik ga ook niet meer voor een baas werken. Het knippen moet ik gewoon succesvol maken. Dus hoe ik daar werd, staande voet, werd weer ontslagen. Weer naar de woonkamer, bro. En toen dacht ik bij mezelf van, vriend, jij gaat het gewoon maken met knippen. Klaar, je kan het. En dan niet 2 dagen, maar je gaat gewoon lekker 5 dagen werken. Ja. Toen begon ik ook met bidden. En toen, ik kan nog heel goed herinneren dat ik mijn gebedskleed zette. Ik ging echt in tranen. Ik zei, Allah, ja Allah, help mij. En geef mij de power. Ik wil deze huis niet kwijt, want ik wou elke keer mijn huis niet kwijt. Ik had vaste lasten, maar die huis wou ik gewoon niet kwijt. Het was gewoon mijn droomhuis, had ik gewoon alles deed ik daar. Alles fijn, je was gewend. Je wilde er gewoon niet uit. Ik wilde er niet uit. Ik zei, ja Allah, alsjeblieft, help mij. Laat me alleen maar mijn vaste lasten betalen. Voor de rest, ik hoef niks anders. Maar met knippen, laat mij alsjeblieft succesvol worden met knippen. Want ik verdiende toen ongeveer 1000 euro in totaal voor die 2 dagen. Dus dat was nog net niet wat mijn vaste lasten kon zijn. Ik had ongeveer tussen de 1300, 1400 euro vaste lasten. Weet je, abonnementen. Ja. Moet je nog eten? Moet je nog eten, drinken? Beetje benzine. Precies. Ja. Maar, en bro, 2014 zo begonnen. Het begon een beetje te draaien. Op een gegeven moment in 2015 Royston Drenthe maakte een transfer van Abu Dhabi. Of nee, moet ik me goed zeggen. Hij maakte een transfer van Rusland naar Turkije. Van Rusland naar Turkije. Naar Kayserispor. En ik kom zelf uit Kayseri. Uh-huh. Ja, ik weet niet wat het was. Ik stuur Royston Drenthe een bericht. Maar Royston heeft met mij in de jeugd bij Neptunus hebben we samen gevoetbald. Kijk, dus daar lag die connectie. Dus die connectie lag daar. Dus ik stuur hem een bericht. Hey Royston, ik zeg, ken je me nog? Ik zeg, ik ben die en die en die. Ik ben kapper. Ik zeg, als je een kapper zoekt in Turkije, ik zeg, je kan mij connecten. Ik kom naar je toe. Uh-huh. Bro, had je toen al een beetje iets online staan waar die op terug kon kijken? Ik had een Instagram online staan, maar ik was nog niet, want ik had nog helemaal geen bekendheden geknipt. Dus ik was wel hier en daar wel wat posten, maar gewoon vrienden die ik knipte, zeg maar. En voor jongens van de buurt, maar ik was nog niet echt actief op Instagram. Ja. Nou, hoe ik hem een DM stuur, broer, hij reageerde per direct. Hij zegt, bro, hij zegt, ik ben nou in Kayseri, maar hij zegt, ik zoek een woning. Hij zegt, kun je me helpen met de woning? Dan wil ik jou graag gunnen voor een haircut. Ja. Ik mijn ooms bellen. Ik zeg, hey, Royston Drenthe, hij zoekt een huis. Kun je voor hem een villaatje regelen? Nou, dus mijn ooms daar in Turkije, die hebben gelijk voor hem een villa geregeld. Dat was gelukt. Die donderdag ben ik in de woonkamer aan het knippen. Hij zegt, mijn bro, kun je je paspoort sturen? Ik zeg, voor wat? Ticket. Hij zegt, ja, nou, precies. Dus ik mijn foto sturen. Hij zegt, ja, je ticket is geboekt. Zaterdag moet je hier naartoe komen. Bro, ik wist niet wat ik meemaakte. Ik denk, wauw, ik ben hier aan het knippen. Royston Drenthe, in die tijd ook nog een groot voetballer. Ik was blijdschap. Ik weet niet hoe ik dat kan omschrijven, maar de wereld ging voor me open. Dat was antwoord op je dua. Op mijn dua, ja, zeker. Maar zie je dan dat moment als van, hey, dit kan voor mij het omslagpunt zijn. Want ja, je gaat er naartoe.
Het kost je tijd, het kost je een hele dag, misschien wel drie. En je kan geen 10.000 euro voor zo'n haircut vragen. Dus tegelijkertijd is het ook niet heel winstgevend. Hoe ging je om met het aanbod van, hey, wil je mij knippen? Hoe ging je daarmee om? Broer, er is een Turkse gezegde. Zeg altijd van, als je alles gaat nadenken van hè, wat het einde van is, kan je geen held worden. En ik dacht van, ik ga gewoon shooten. Ik zie wel. Ik, op dat moment dacht ik helemaal niet aan mijn vaste lasten. Ik dacht niet aan wat anders. Ik dacht ook niet aan wat ga ik verdienen. Ik dacht gewoon mezelf van, ik moet gewoon deze stap gaan maken. En dit is gewoon de kans die ik misschien één keer in je leven kan krijgen. En die moet je gewoon gaan benutten. Ja. Ik zaterdag mijn kapperspullen in mijn tas gezet. En ik ben onderweg naar Turkije, naar Kayseri. Natuurlijk mijn eerste internationale haircut. Maar dat was ook echt een droom voor mij. Dat ik bij mezelf van, ik moet gewoon de internationale kapper worden. Ik moet gewoon bekendheden allemaal gaan knippen. Ik moet gewoon de kapper zijn. Ja. Want ik had natuurlijk altijd nog een bewijsstuk tegenover mijn vrienden van mijn jeugd. Van die niet bij mij wouden gaan knippen, die tijden. Ja. Van, hey, luister, die Gino die jullie niet wouden gaan knippen, gaat nu wel een rooster even laten knippen. Ja. Gaat even laten zien. Nou, ik in de vliegtuig gestapt, bro. Ik ga naar Kayseri. En daar stond Royston. En ik omhels hem. Ik zeg, bro, dit, dat. Hij zegt, mijn broer, kom mee. Ze is privéchauffeur. En we gaan naar die villa van hem. En ik begon Royston daar te knippen. En dat was op dat moment, ik was echt zenuwachtig. Ik denk, ik moet hem wel gewoon goed kunnen knippen. Want het moet goed gaan. Ik ben weer verder met mijn hoofd. Ik denk, want zijn teamgenoten, als ze die kapsel gaan zien, gaan ze hem misschien ook vragen. Ja. Dus dat was voor mij gelijk van win-win situatie. Ja. Nou, ik knip Royston Drenthe. Ik had hem een hele gruwelijke kapsel gegeven. En zo naar Royston. Had hij toen nog de dreadlocks? Of had hij die al? Nee, uit de korte kapsel. Okay. Ik had van hem die hanenkam met twee streepjes zo. Oh ja, vet. Echt zo'n gekke kapsel. En die ochtend, hij zegt mij van, als je wil, kan je met mij meekomen naar mijn training kijken. Ik zeg, ja, tuurlijk ga ik naar je training komen kijken. En ik neem ook gelijk mijn kapperspullen mee. Ik zeg, wie weet willen jouw teamgenoot ook willen knippen. Nee. Bro, ik gewoon echt waar, gewoon heel brutaal mijn kapperspullen meegenomen. Met Royston Drenthe in zijn auto naar die trainingsveld. 9 uur in de ochtend, daar broekijster ik, regen, alles. Was ook ergens in de winter. Ik ben daar de enige persoon die naar hun training kijkt. Want niemand, Kayserisport natuurlijk niet heel veel... toeschouwers. Zeker niet een training in de winter. In de winter. Turkse mensen zijn natuurlijk de zon gewend. Zon gewend, precies. Tenminste, dat ligt natuurlijk ook aan in welk gedeelte van Turkije, besef ik nu. Kayseri was overal wel heel warm. In de winter is het best wel koud in Turkije. Nou, ik ben daar aan het kijken en broer, ik opeens zie ik mensen die ik op tv, Nejati Ateş, een legend. Ik zag daar Edinho van Portugal die met Cristiano Ronaldo heeft gevoetbald. Gewoon echt gekke voetballers. Die speelden allemaal in het allemaal team. Allemaal in het team van Royston Drenthe. Ik denk, wauw, ik denk zo, dit is goud waard. Ja. Geef mijn training is klaar. Maar tijdens de training ging ze bij Royston kijken, hey, wie heeft je haar geknipt? En Royston ging me al in te zeggen van die jongen die daar is. Sorry dat ik je onderbreek, want je gaf aan haar. Had je daar in dat kapsel iets verwerkt wat nog niemand deed? Zeg maar iets unieks? Of was dat niet het geval? Voor Turkse begrippen was een hanenkam, twee streepjes erin. Was gewoon, ja, we praten dan over 2015. Dus het viel wel op. Was best wel viel best wel op die kapsel. Want ik wou ook een opvallende kapsel maken. Was een staankapsel, zou het niet opvallen. Daar zie je natuurlijk al dat stukje ondernemerschap terugkomen bij jou. Precies, ik was al gretig en ik wist al wat er achterliggende gedachten zou kunnen zijn. Ja. Bro, zo gezegd, zo gedaan, training afgelopen en ineens zegt Edinho tegen mij... Can you cut my hair? Ik zeg, of course, bro. Kwam Nejat Ateş naar me toe. Broer, ik heb van Royston heb ik gewoon 12 man geknipt. Dus tijdens dat ik ze ging knippen in de kleedkamer, ging ik ook gelijk weer nadenken. Eerst Edinho ben ik aan het knippen. Ik denk, wat moet ik gaan vragen? Weet je, want ik knip in Nederland, knip ik voor 20 euro. Ik zeg, ja, wat moet ik hun gaan vragen? Want ik ben nu in het buitenland, zijn voetballers, ze verdienen veel, veel geld. Ja. Dat was mijn eerste kennismaking ook met de voetballers, zeg maar. Ik heb daar ook nog wel dadelijk een hele andere verhaal over. Begon ik ze te knippen, broer, en Edinho was klaar. Toen kwam die andere voetballer. Bro, op een gegeven moment heb ik van... Na Royston heb ik gewoon letterlijk iedereen geknipt... behalve de trainer. Gewoon, ik heb de basisspelers plus de reservespelers. Ik dacht, weet je wat? Gewoon lekker kennis maken. De trainer had waarschijnlijk zo'n oude mannenkapsel. Oude mannenkapsel, precies. Maar daarna komt hij ook. Oh, ja, okay. Dus ik had ook de trainer zelfs geknipt. Hallo. Ik vroeg 50 euro, broer, per persoon. Nou, je kan berekenen 18 keer 50. Was gewoon een lekkere bedrag. Dus, nee, 900 euro, sorry, was 900 euro. Maar in ieder geval, ik had een beetje nog voor je gekregen, dat. Dus ik ging met een leuk zakcentje, ging weer terug naar huis. Dus ik kom met Royston weer terug naar huis. Ik zeg, Royston, ik zeg zo, dit was mijn droom. Ik zeg, wat is dit, man? Dus Royston zegt tegen mij, ja, wil je hier blijven? Want voor hem was dat ideaal. Kapper bij huis, iedereen wil knippen. Ik zeg, bro, ik kan hier niet blijven, want ik heb ook nog natuurlijk ook klanten in Nederland. Ik zeg, hoe moet ik ook gaan knippen? Die wacht allemaal op jou. Die wacht op mij. Dus ik had natuurlijk allemaal video's gemaakt met Nejati Ateş, met Edinho, met Royston. Bro. Was je er ook bewust van dat die video's zeg maar, zouden kunnen zorgen voor meer naamsbekendheid? Of deed je dat gewoon puur omdat je het leuk vond? Nee, ik wist het wel. Ja. Want ik ging daar gewoon met één visie, één doel. Ik moet bekend worden. Ik moet gewoon, iedereen moet mij weten, iedereen moet mij kennen.
ik kom terug naar Nederland, broer. En ik had ze natuurlijk al die video had ik al geplaatst. En al mijn klanten zeiden, hey, je hebt rooster geknipt. Hey, hoe was dat? Hoe was die ervaring? Ik zeg, bro, het was een gruwelijke ervaring, man. Ik zeg, ik hoop dat ik nog een keer terug mag. Bro, na een weekje, weer gebeld door rooster. Hij zegt, hey, bro, iedereen wacht op jou, man. Waar blijf je? Mijn haren zijn weer gegroeid. Bro, ik heb 6 maanden lang, elke week ben ik heen en weer gevlogen. Leuk. Dus rooster betaalde mijn ticket en ik kon daar gewoon lekker geld verdienen. Ja. In die tussentijd... Dan zijn we weer in het jaar, want het was een half seizoen. Begon een nieuw seizoen van 2016, 2017. Begon ik te knippen. Toen kwam Bilal Basakçıoğlu bij Feyenoord, speelde hij. Nou, ik net, precies net hem een DM-bericht. Ik zei, hey bro, als je een kapper zoekt, connect me. Ik heb Royston geknipt, dus ik kan je fixen. Hij reageert op mij, hij zegt, ook is goed, broer. Nou, en in deze tussentijd knip ik altijd in de woonkamer. Hè? Ik ben in de woonkamer actief. Ja, want je hebt niet echt een fysieke locatie nodig. Nee. Mensen komen lekker naar jou toe. Mensen komen naar mij toe. Of ik doe house calls. Op locatie. En op een gegeven moment, omdat ik nadat ik Royston Drenthe had geknipt, dacht ik ook toen ik terugkwam, die 20 euro was gewoon te goedkoop. Want ik ben nu, via Barbagino stel. En ik heb natuurlijk overgevloot, dus ik kan iets meer vragen. Ja. Op een gegeven moment zei ik tegen mijn boys van, jongens, ja luister, ik heb nu zo en zo mijn naamsbekendheid, zoals jullie zien, ik ga 30 euro worden. Ja. Op een gegeven moment, broer, zo gezegd, zo gedaan, 30 euro. Toen kwam Bilal bij mij over de vloer. Na Bilal kwam Filena. Na Filena kwam Elgero Elia, Kenneth Vermeer, Karsdorp. Heel Feyenoord elftal. Op een gegeven moment kwam heel Feyenoord elftal, broer. Ja. Was ik Feyenoord elftal aan het knippen. En toen had ik een kapsel gecreëerd en die ging viraal. De Karsdorp look. Welke kapsel was dat? De Karsdorp look. Ja, maar dus, hoe zag dat kapsel? Ja, dan? Dus je had de Pelé look. Dus en toen ging ik op dat moment dacht ik... Wat was de Pelé look? Pelé look was zeg maar zo haren naar de zijkant en wat ik heb. En dan met een streep doorheen. Die gladde kapsel met... Dus dat, een kapper had dat al verzonnen. Dus ik dacht bij mezelf, ik moet ook even iets gaan verzinnen. Waardoor ik ook misschien viraal kan gaan. Dus ik begon bij Karsdorp. En ik zei tegen Karsdorp, je moet je haren laten groeien. Hij zei, waarom? Ik zei, we gaan een staartje doen. We gaan een streep er doorheen trekken. En op mijn manier, we gaan iets geks maken. Ik zeg, vertrouw mij, trust me. Hij zei, oké, is goed broer, shoot. Nou, Karsdorp knippen. Op een gegeven moment waren ze haren lang, hadden we een staartje gedaan zo. En een streepje er doorheen. En ik zeg, bro, dit is de Karsdorp look. En ik zeg, we gaan de Pelé look weghalen. Bro, ik zweer het je, dat was zo gek gegaan. Dus Bilal en Karsdorp hadden zelf de kapsel, had ik bij hen allebei gedaan. En op een gegeven moment kwam bij Voetbal International van, kijk die jongens, wat lopen ze met zo'n kapsel. Maar een negatieve reclame is natuurlijk ook een goede reclame. Tuurlijk, op dat moment. Die valt en op. Iedereen had het over die kapsel. Op een gegeven moment werd ik door AD gebeld, dit gebeld. Ja, kun je even het Karsdorp look uitleggen, want hoe is dat ontstaan? Ik helemaal natuurlijk een hele verhaal van maken. Ja, dat is dit. Het is best wel een moeilijke kapsel. En ik ben helemaal volgeboekt. Iedereen wil de Karsdorp look, want die wil natuurlijk ophypen. Ja, tuurlijk. Gebruik maken van het situatie natuurlijk. Ja. Bro, en natuurlijk ook, ik maak natuurlijk heel veel foto's met die voetballers van Feyenoord. Op een gegeven moment, broer, hoe ik die Feyenoord spelers knip. Elia, Bilal, Tony, die waren alle drie. En Karsdorp natuurlijk, deze vier waren gewoon echt loyaal. Die kwamen echt elke week. Vermeer en zo, die kwamen wel eens Congolo. Maar deze vier kwamen. En dat jaar werd Feyenoord ook kampioen. Na heel lange tijd. Dus de kampioenselftal. Dus elke wedstrijd, weet je, gewoon fresh knippen. En ja. Dat is mijn kapsels. Champions League. Champions League. Daarna, natuurlijk die jaar daarna. Precies. Op dat moment speelde Ziyech bij Ajax. Mm-hmm. Dus ik zei, Karim El Ahmadi, ook eens hem begon. Ben je verantwoordelijk voor dat kapsel van Ziyech, dat blonde? Wat blonde ben ik. Ja, serieus. Viel ook op, hè? Ja, dat viel ook op. Dus ik was eigenlijk best wel gewoon een creatieve persoon van opvallende kapsels bij opvallende spelers, waardoor je eigenlijk in ter sprake kwam. Ik kwam met Ziyech in aanraking via een vriend van mij, Jersley Gabral. Ook een dikke zoon naar hem. Hij heeft een heel stuk van Ajax heeft hij voor mij geregeld. Hij zegt mij van bro, regel Ziyech voor mij, man. Best voetballer van de Eredivisie. Ik wil hem gewoon graag knippen. Hij zegt, goed broer, ga je gunnen. Dus toen kwam, hij had Ziyech geregeld voor mij. Dus mocht ik Ziyech gaan knippen in zijn penthouse in Amsterdam. Ja, je weet wel hoe dat gaat. Ik ben Feyenoordkapper, maar je gaat van Rotterdam naar Amsterdam. Not dan. Ja, eigenlijk niet. Ja. Maar ik dacht, hey, werk en privé moet je gewoon gescheiden houden. En dan is Hakim Ziyech en is weer een visitekaartje voor mij. Ja, natuurlijk. Dus kwam ik bij Hakim langs. En toen zei ik tegen Hakim, ik zeg, laat even een kapsel aan mij over. Ik zeg, ga je echt ziek knippen. Ik heb best wel een overtuigende kracht zeg maar, om iemand over te halen. Ja. Nou, Ziyech, die stond er open voor. Hij zegt mij van, broer, doe je ding. Toen had ik bij hem ook een hanenkam, maar met HZ in zijn haar gegraveerd. Ja. Dus Hakim Ziyech met een hanenkam. Dat was een kapsel voor hem. Daar zit ik hem, zullen we het blond gaan doen, broer? Lekker opvallend, dit en dat. Maar Hakim Ziyech, weet je, de beste voetballer van Ajax. Hij zei, broer, doe je ding. Als dat gewoon bij je staat, ga ik het gewoon doen. Had ik de eerste blond haar voor Ziyech had ik gecreëerd. Nou, dat was ook weer een nieuws. Door Hakim kreeg ik Traoré, Justin Kluivert, Noah Lang, Onana,
broer, spelers die... Ging hard. Het ging hard, broer. In die periode, broer, ik ga eerlijk tegen je zeggen, het ging zo hard dat ik niet eens besefte waar ik mee bezig was. Op een gegeven moment, broer, ik begon Ajax te knippen op zaterdags, omdat hun op zondags voetbalden. En Feyenoorders knipte ik op vrijdag. Moet je nagaan. Dus Rotterdam, Amsterdam, Rotterdam, Amsterdam. En daar in die tussentijd kwam opeens een lijpen. Een boef in mijn DM. Dus geef me dus niet. Ik ging spelers DM'en. Dus ik werd gedM'd van bro, kun je ons knippen? Ja. Ik denk, bro, wat gebeurt er nou, joh? Dus ik denk van wat de fuck? Dus alle voetballers. Op een gegeven moment kwam ik bij de rappers terecht. Nou, Lijpen en Boef waren voor mij al de grote namen, zeg maar. Ik heb Boef zeker een jaar lang geknipt. Lijpen heb ik ook zeker een jaar lang geknipt. Ik speel ook in de clip van Lijpen van Doe Rustig. In zijn clip kom ik naar voren. Tijdens dat ik in Lijpen zit te knippen, zeg maar, met een schortje. Dat is bewijs. Bewijs van Gino Stijl is je toch? Ja. Ook in een clip van Boef heb ik gespeeld. Ja. Broer, ik heb gekke dingen meegemaakt. Ik moest Boef knippen op zo'n clip scène. En ze hadden een figurant nodig. Hij zei, broer, kun je met mij kun je meedoen? Ja, zei, als broer, je er toch bent. Als ik er toch ben. Ik zei, ja, waarom niet, broer? Grap. Dus rappers. Op een gegeven moment kwam ik... En ik had altijd in mijn hoofd van iemand die ik wou knippen... die kon ik gewoon knippen op een hele gekke manier. Allah opende gewoon heel veel deuren voor mij. Ja. Ja, bro, op een gegeven moment werd ik gewoon de duurste kapper van Nederland. Ik vroeg gewoon €50. Of je nou een kind was van 6 maanden of een volwassene, ik vroeg €50. Oh. En op een gegeven moment die jongen die dan net de vaste lasten niet kon betalen in de woonkamer, kwam ik tot een plafond van tussen de 10 en 15k per maand verdiende ik in mijn woonkamer. Wow. En daarnaast heb ik natuurlijk, dus na alle voetballers, rappers, kreeg ik opeens een keertje een DM bericht van hey, kun je naar Marbella komen? Kun je ons knippen? Wat is dit nou voor Marbella? Kom, knip ik scherm. Met wie spreek ik? Ja, wij zijn met 15 jongens. We noemen geen namen. Maar ik wil dat je ons komt knippen. En wat vraag je? Ik denk, weet je, dit is zo'n fake ding. Ik zeg, laat me gewoon een bedrag noemen. En ik zie wel. Ik zeg, tonnetje. Ik zeg, €5.000. Ja. Ik zeg, maak niet hoeveel personen er zijn. Hij zegt, €5.000. Ik zeg, ja. En ik zeg, het liefst wil ik de ticket dat jullie dat gelijk online gaan boeken voor mij. Ja. Dus ik krijg een bericht terug van, hahaha, broer, wij werken alleen maar cash. We hebben geen ding. Vertrouw ons. Het komt goed. Ik zeg, broer, luister. Ik zeg, als jullie de ticketgeld geven, kom ik naar jullie toe. Nee. Broer, 3 uur in de nacht. Hè? We zitten gewoon op DM met elkaar te berichten. En ik was een jonge broer. Voor mij was geen 11 uur is klaar of 12 uur is klaar. Ik werkte gewoon 's ochtends, 's avonds, een gegeven moment, omdat de knippen gewoon mij... Het voelt niet als werken, dus je bent altijd bezig. Ja, precies. En het betaalde ook gewoon lekker. Ik, ja. Broer, op een gegeven moment werkte ik 7 dagen per week. Ja. En 16, 17 uurtjes op een dag. Ja. Maar wel in een woonkamer. Dus op een gegeven moment, bro, moet je voorstellen, om even die verhaal van die Marbella. Hebben ze me €500, kwam iemand brengen, hij zei, maar broer, hier €500, boek je ticket, en ze wachten morgen op jou. Dus 3 uur in de nacht, ik moest de ochtend vlucht pakken van 6:30. Ja. Rotterdam Airport naar Malaga werd je opgehaald. Ik zeg, wie kan mij ophalen dan? Broer, doet er niet toe, ga gewoon daar naartoe, je wordt gewoon goed betaald en er zijn serieuze jongens. Bro, ik weet niet wat in mijn hoofd was, hoe ik dat op dat moment... Maar ik was gewoon gretig. Ik zeg, weet je wat, broer? Ik ga gewoon dit doen, man. Het is gewoon ervaring lijken. Koffietje erin en gaan. Gewoon shoot. 6:30 nog Rotterdam Airport. Ik kom 11 uur aan bij Malaga. Ik had een telefoonnummer gekregen. Ik bel, telefoonnummer staat uit. Ik denk, dat zal toch niet waar zijn? Houden ze maar voor het gek of zo. 6:30 lang bellen. Komt ja, broer, we zijn verslapen, maar de chauffeur komt er nu aan. Random boy gekomen, broer. Power gegeven. Hij zegt, kom. Ik zit in zijn auto, we rijden naar Marbella, broer. En om 5:30, broer, was mijn vlucht weer terug. Ik dacht, ja, ik ga ze gewoon een paar mensen knippen en ga gelijk weer weg. Ik kom daar aan in die villa, broer. Ferraris, Lambo's, was echt ziek. Dus ik wil mijn telefoon pakken en ik wil gaan snappen. Van, hey, die boys, hey, hier worden geen snaps gemaakt. Je hoeft ook niet te weten met wie je gaat knippen. Ik zeg, alleen maar gewoon knippen en we gaan je weer terugbrengen. Ik denk, what the fuck? Oké, staf is goed. Ik denk natuurlijk, die €5.000 ga ik krijgen natuurlijk. Broer, Laat die filmpjes maar zitten. Ik heb 13 man geknipt in 2 uurtjes of 3 uurtjes. Vraag me niet hoe. Ik was gewoon op een lopende bandwerk. Ja. Dat is ook mijn specialiteit. Ik knip heel goed, maar ook heel snel. In 10 minuten kan ik een kapsel haar en baard. Dus ik had 13 man geknipt in 2,5, 3 uurtjes. Ja. Ik was klaar, broer. En ik had nog steeds alleen mijn vliegticket was betaald. Maar die €5.000 heb ik nog steeds niet gekregen. En ik zeg, boys, ik moet gaan, man. Ik zeg, mijn vlucht is over 2 uurtjes, dus als we kunnen afrekenen, weet je wel. Geen probleem, broer. Tik, 5k. En ik heb natuurlijk in mijn hoofd van, wauw, ik ben op 1 dag heb ik €5.000 verdiend. Dus ik zoek zelf telkens een plafond voor mezelf, van wat kan ik wel doen? €5.000 gekregen. Ik zeg, boys, mag jullie wat vragen? Zeggen ze, ja. Ik zeg, kan ik even dit filmen of zo? Want ik zeg, weet toch, dit is iets unieks, weet je. Van, ik zeg, het is nooit zo'n foto met 13 of zo. Broer, wij doen geen gezichten, niks, alsjeblieft. En plak er zelf maar een verhaal aan.
En ik heb het nooit online kunnen gooien, omdat ja, het kon ook niet. Ja. Broer, ik ben in het vliegtuig en ik besef nog steeds wat ik eigenlijk heb gedaan. Gewoon 5000 euro, broer, op een dag verdienen voor een kapper. Gewoon, werken broer, mensen een hele maand voor als je een heel goed salaris hebt. Ik kom weer terug, bro. En deze ervaring was gewoon voor mij. En die jongens die ik toen had geknipt zijn nog steeds mijn klanten die ik nog steeds knip tot de dag van vandaag. Ja. Ook vrienden van mij geworden daarna. Het was een leuke ervaring. Dus dat was kapper gedeelte voor mij, broer. Het ging gewoon echt, ik was gewoon echt aan het knallen. Op een gegeven moment kwam, toen nadat ik Ziyech en zo ging knippen, bro, kwam NOS, heb ik live geknipt. Royce en Drenthe op een live uitzending op NOS. Leuk. Ik heb op Fox Sport 3 keer interview moeten geven, live. Mm-hmm. Heb ik Elia geknipt, Hakim Ziyech geknipt en Krishna. Dus live uitzending van Fox Sport. Ja, ik werd gewoon te groot om nog in de woonkamer te blijven. Ja. En in de tussentijd zegt iedereen tegen mij van, bro, waarom open je geen zaak? Ja. Ik zeg, ja, die vaste lasten, weet je. Ik zeg, dadelijk moet ik een zaak hebben, heb ik vaste lasten, personeel. Ik zeg, broer, ik ben goed zo. Ik pak gewoon 10, 15 per maand. En je bent super flexibel, want je kan overal naartoe. Overal dat is vaak ook nodig bij dat soort mensen die vaak overal nergens te vinden zijn. Juist, dus voor mij was het gewoon een... Sorry, even water. Drink lekker water. Doe je ding, ja. Ja, dus dan ga je op een gegeven moment... ben je zo druk. Maar waarom besluit je dan op een gegeven moment toch wel de kapperzaak in 2019 op te zetten? De fysieke locatie? Fysieke locatie was, bro, ik was altijd natuurlijk van... Kan ik het of kan ik het niet? Ik ben altijd van de uitdaging. Ik wist gewoon, oké, het was een succes in de woonkamer. Ja. Maar kan ik deze succes ook naar een zaak brengen? Ja. En ik was ook natuurlijk... Als ik werkte, had ik geld. Als ik niet werkte, had ik geen geld. En ik had altijd in mijn hoofd van, ja, maar ik kan niet... In 2019, bro, was ik... dus dat is precies 4 jaar geleden... 4 jaar geleden in oktober dat ik hem geopend heb. Dus 4 jaar geleden, dus ik ben nu 37. Ik was 33 jaar, broer. Ja. En ik moest natuurlijk een stap gaan maken. Ja. Maar ik zei ook altijd, als ik een zaak open, wil ik niet een standaard zaak hebben, een standaard kapperzaak. Het moet gewoon iets exclusiefs zijn, want ik ben ook niet een normale kapper. Dus ik leg de lat altijd hoog voor mezelf. Het onmogelijke mogelijk maken, want alles is mogelijk, broer. Als jij echt wil, dan kom je er. Maar hoe graag wil je het? En mijn reis was al vanaf mijn 13e tot mijn 33e, had ik al 20 jaar lang in mezelf geloofd van ik ga de beste kapper worden. Ja. Niet alleen maar van Nederland, ook internationaal. Mm-hmm. Ik vergeet eigenlijk dat ik toen in de tussentijd naar Kayseri terug. Ik heb ook natuurlijk El Giroelia speeld in Turkije. Mocht ik een keertje vliegen naar El Giroelia. Toen was Robinho en Adebayor waren daar op dat moment aanwezig in die team. Broer, dat was die ook heb je ook nog geknipt. Ook nog dat geknipt. Zijn niet de kleinste. Broer, ja, Robinho, daar ging mijn PlayStation op ding. En opeens zit Robinho van, bro, ik cut my hair. Tuurlijk, brother, no problem. Pro Evolution Soccer. Ja, dus dat was gewoon, ja, Pro Evolution Soccer, precies daar dat. Daar was hij goed in, hè? Was hij perfect. Hij had zo'n gek schot, hè? met Robinho, kon je gewoon vanaf het middenveld kon je scoren. Gewoon scoren, broer. En Adebayor natuurlijk. Adebayor. Adebayor, ja. Manchester City, toch? Manchester City, heel lang, klopt. Een van de beste. Een van de beste. Dus ik had nog een Turks tour gemaakt daar. Turkse elftal heb ik geknipt. Nederlandse ook elftal. Nog? Ja, ook nog, bro. Nederlandse elftal. Broer, ik heb echt alles gedaan. Gaan we fast forward richting die zaak toe? Ja. Wat gebeurde er toen? Dus en toen moest ik een zaak openen, broer. En ik wou natuurlijk niet normale zaken openen. Ik dacht, ik moet alles erin hebben. Ik moet een zonnebank erin hebben. Ik moet manicure, pedicure erin hebben. Ik moet een laserapparaat erin hebben. Maar laser deed ik ook al in mijn woonkamer. Dus dat is ook weer een stukje. Dus ik was in 2015 tot 2019 was ik natuurlijk in mijn woonkamer aan het knippen. In 2016 kwam een man naar me toe. Hij zei mij van, waarom laser jij niet? Ik zeg, ja, laser. Ik zeg, ik ben aan het knippen. Ik zeg, wat heb ik er verstand van? Hij zegt, nee, koop die apparaat. Laat je broer of zus of familieleden gewoon extra inkomen van jou. Ik denk, hé, dat is wel een goeie. Want kan ik extra inkomsten genereren? Ja. Ik had een IPL-apparaat gekocht, tweedehands, voor 13.500 euro in de woonkamer. Had ik een andere kamer, mijn slaapkamer. Ik had 2 slaapkamers, 1 slaapkamer, nog een laserkamer van gemaakt. En mijn broer en mijn zus, die laserden daar. 3 klanten, 4 klanten. Gewoon extra inkomen. Ja. Gewoon op een passief inkomen. Ja. En dat voelde gewoon lekker aan. En op dat moment was ook weer voor mij van een rinkeltje van, hey jongen, je moet uit jouw comfortzone. Want je ziet dat passief inkomen ook lekker is. Dus op een gegeven moment hoef je zelf niet meer hard te werken. Ja. Nou, ik in mijn hoofd, oké, ik ga een zaak openen, ik moet zo zijn, dit zijn, dat zijn. Broer, ik had zo hard geknald, broer. Ik wist dat ik heel veel geld nodig had. Ik had een tonnetje, ja, bijna 100.000 euro nodig om mijn droom waar te maken. Ja, om jouw speciale, unieke zaak met alles erop. Zonnebank en alles erop en eraan in te richten. Ja, want het... Duur apparaat, hè? Ja, zeker. Zonnebank voor mij was 44.000 euro. Ja, precies. Dus dat is al 1/4 van het budget. Begrijp je? Dat is echt een gekke investering, bro. Maar ik had het toch gedaan, broer. Ik had dus al mijn geld dat ik in die 5 jaar tijd heb gespaard voor een bepaalde doel, had ik in mijn dromen ingeruild. Omdat ik wist van, het gaat succes worden. Want ik geloofde in mezelf. Stap. Volgende next, ja, nee, een volgende stap. Ik heb die zaak overgenomen. Chalaklaan. Uh, op,
2019 oktober, 1 oktober zijn we geopend. Dus knippen, Fit Barber Gino Stijl, met de alles eromdrein. Dus ik zei altijd, Gino Stijl is een belevenis. En dat woord belevenis moest ik aan mensen laten zien. Oké, maar wat bedoel je met belevenis? Ja, je kan bij mij knippen, je kan je kan bij mij een zonnebankje pakken, je kan manicure, pedicure, alles onder één dak. Ja. Nou, mijn zussen die gelukkig die kon mij ondersteunen. Had ik de kleinste kamer van de zaak, had ik een laserapparaat geplaatst. Want ik geloofde nog niet heel veel in laseren. Ik denk, ja, dat laseren, dat komt wel. Dat is ik gewoon wel een mooi passief inkomen, maar het zal nooit meer worden dan mijn kapper Precies. Inkomen. En ik had natuurlijk 4 kapperstoelen, 4 jonge jongens erin gegooid. Die gingen daar werken, werkten we 50-50. Ik erbij, 5 kappers, manicure, pedicure, een dame neergezet. Die werkte ook 50-50. En mijn zus, mijn broer, mijn 2 zussen en mijn broer, die werkten in de kleinste kamer, in de laserkamer. Die gingen laseren. Ja. Nou, broer, dus ik had al mijn geld erin gegooid. Ik had zelfs nog leningen hier en daar. Dus dat 100.000 euro wat ik erin had gegooid, ik had nog een keer 100.000 euro nodig. Want het was niet genoeg. Want je weet natuurlijk, wil je marmeren vloer? Wil je dit hebben? Wil je dat hebben? Je wilde alles topnotch. Ik wilde alles top hebben. Het moest. Want ik moest de kapperzaak zijn van Nederland. Ja. En ik heb ook zo lang gewacht. Ik ben 33, hè, dus ga je niet even zo'n klein standaard simpele kapper. Je had ook het vermogen. Je had ook best wel wat gewerkt. Je had goed startkapitaal, zeg maar. Ik had een goed startkapitaal, maar ik wist niet dat ik dubbele startkapitaal nodig had. Ja. Om mijn dromen waar te maken. 2019, broer, geopend. En in de tussentijd heb ik natuurlijk ook wat privé struggles gehad. Daar wil ik niet heel veel inhoudelijk op ingaan, maar ik had best wel een moeilijke periode. Mm-hmm. Ik was getrouwd geweest, scheiding, vechtscheiding, kleine daar mee gehad. En noem maar op, ik mocht mijn kind niet zien en allemaal moeilijke, moeilijke periode. Waardoor ik eigenlijk ook mentaal niet sterk in mijn schoenen zat. Dus op een gegeven moment kwam de corona nog erbij. Ja, want je zegt oktober 2019. Ja, man, bro. Zaak opgericht, nieuwe vestiging. En volgens mij januari 2020. Januari. Wat is het? Drie maanden later. Lockdown nummer 1, volgens mij. Lockdown nummer 1. Wauw. En je hebt net 2 ton geïnvesteerd. Ik heb een ton geïnvesteerd en een ton geleend. Je zit ook niet lekker in je vel. Dus dat zijn allemaal factoren die bij elkaar komen. Hoe ga je daarmee om? Wat leer je ervan en hoe ga je ermee om? Broer, ik was echt gestrest op het moment. Het waren echt mijn mindere periodes, zeg maar. Maar alhamdulillah, we zijn natuurlijk ook islamitisch opgevoed. Mijn moeder zei, dus ik zei, ik kom naar moeder toe. Ik zeg, mama, kijk, weet je, ik zit echt in de problemen. Want mijn moeder was echt mijn... mijn moeder gaf me altijd rust. Allah rahma, ze is 2022, 15 mei is overleden. En op dat moment was ze nog heel erg sterk en stevig. En ze zegt mij van, mijn zoon, wees niet getreurd. Allah zal jou geen beproevingen geven die niet aan kan. Want alles liep fout, broer. Dus mijn zaken gingen niet goed. Corona, uit elkaar, kleine daar, mooi, chaos. Ik denk, ik ben gewoon gefaald. Op mijn 33ste. Dus dat hele succesvolle jaren ging terug naar falen. Ja. Bro, ik had toen die ene huis van mij, waar ik altijd knipte, die heb ik nooit opgegeven. Dus ik had een ander huis, dus ik ben uit die huis gegaan. Ik heb één laserapparaat heb ik van mijn kapsalon heb ik overgebracht naar mijn huis in de coronatijd. En mijn kapperstoel. Dus we gingen gewoon in de coronatijd gewoon door. In de woonkamer weer. Dus ik moest weer terug naar de woonkamer. Maar wel nu met 100.000 euro schuld. En een zaak waar je de huur nog moet gaan betalen. Ja. Bro, gewoon overleven, man. Gewoon struggelen, man. Gewoon, ik ging knippen en mijn zus en mijn broer gingen laseren. Ja. Om maar de kosten te gaan bekostigen. Maar op een gegeven moment, ik had zoveel kosten, bro. Ik wist gewoon niet, ik wist geen uitweg meer. Maar nogmaals, alles gebeurt met een reden. En Allah zal nooit dienaren beproeven die ze niet aankunnen. Ja. Broer, coronatijd, overleefd. Daarna gingen de deuren weer open. En toen was het gewoon, opeens was laseren gewoon, ging zo hard, bro. En de kappers hadden natuurlijk ergens anders al hun plek gepakt. Dus de kappers waren ook gestopt. Op een gegeven moment, bro, was ik gewoon solo met mijn zussen in een zaak van 200 vierkante meter. Hun laseren, ik knip. Mijn laseren die begon echt te draaien. Ik dacht van, hey, dit is een succes. Daar heb ik wel een vraag over, als je het goed vindt. Ja, tuurlijk. Want je zegt, laser begon te draaien. Was het echt gewoon een hype of kwam het, of heb jij zelf ervoor gezorgd dat het draait? Want ik volg je al een tijdje. Ik weet dat jij bijvoorbeeld, het laser is best duur, hè? Dat zijn pakketten van 500 tot 2.000-3.000 euro, ligt er aan hoeveel je afneemt. Maar ik weet dat jij bijvoorbeeld een soort van deelbetaling aanbiedt voor mensen dat ze niet in één keer hoeven te betalen. Dus met andere woorden, heb jij dat laser gehyped of was het sowieso een golf waarop je meeging en jij het extra aantrekkelijk hebt gemaakt? Het laser, mijn zussen die laserde toen per behandeling voor 150 tussen 200 euro. Full body, we hebben het over full body, 200 euro.
Ik zeg tegen mijn zus, ik zeg, luister, we gaan een strategie verzinnen. Ik ben van de massakassa. Ik zeg, we gaan lekker gewoon 5 keer voetbal voor €500 doen. En ze mogen 2 delen betalen. Nee, wat ben je gek? Ze lezen per keer bij andere klinieken voor €500. Hoe bedoel je 5 behandelingen, weet je wel? Ik zeg tegen hun, luister, we hebben hier 4 laser. Op dat moment hadden we 1 apparaat. Ik zeg, maar jullie werken alleen maar weekenden. Want jullie hebben ook je andere baan nog bij. Ik wil gewoon dat de laser gewoon gaat werken. En ik zeg, jullie hoeven niet meer te laseren. We gaan gewoon mensen aannemen, dames aannemen. Die gaan gewoon lekker laseren. Ik zeg, jullie gaan gewoon de planningen maken. En ik geloof in dit concept. Ik zeg, laat me allemaal pakketjes gaan verkopen. Dus 5 keer full body voor €500. En dan ook nog... En 2 delen betalen. Dus 250. Ja, mijn strategie was, broer, als ik 100 pakketjes in een maand zou verkopen, was heel snel gerekend. 100 pakketjes, 100 keer, 200, je mag €250 betalen ze, is 25k. Ik denk, als ik 25k kan pakken per maand met 100 pakketjes en de maand daarop weer. Maar als ik elke maand 100 score, dan is mijn tweede maand, heb ik het gewoon 50k. Ja. En massa kassa. Precies. Maar je hebt natuurlijk ook nog te maken met je apparaat, je personeel. Maak je wel winst? Op dat moment dacht ik van, laat me gewoon even snel geld maken. Want je krijgt natuurlijk in 1 keer krijg je die bedrag. Je moet wel 5 keer gaan lezen, dat duurt wel 5 maanden. Oh, ja. Maar ik had cashflow nodig. Ja, ik had natuurlijk, ik moest op dat moment gewoon actie risico nemen. Want eigenlijk, we laserden voor €200 per sessie. Dus ik snijde mezelf in mijn vingers. Maar ja, we hadden maar 10 of 20 klanten. Maar ik dacht aan 100, 200, 300 klanten, broer. Ik denk, ja, ik moet gewoon knallen. Dus je was echt namens de bekendheid aan het opbouwen. Namens bekendheid opbouwen. Dan hoef je niet per se winst te maken. Maar hoef je op dat moment, gewoon, ik ging weer terug naar mijn strategie, terugzetten van kapper. Ja. Goedkoopste kapper, werd je duurste kapper. Het heeft wel tijd gekost, maar op eind gaat het wel betalen. Ja. Geef mijn broer, ik dacht, we gaan gewoon terugschakelen. Gewoon even terug naar de basis. Dat was mijn strategie altijd. Massa is kassa. Ja. En mijn zussen, die werkte alleen maar vrijdag en zaterdags. En die andere dagen, de knipte ik wel, maar de laserapparaat was gewoon vrij. Ja. Dus konden we eigenlijk, zonde. Maar we hadden ook geen klanten natuurlijk. Maar ik denk, als ik zo klanten naar binnen kan halen, gaan we gewoon knallen. Broer, 5 keer full body voor €500. Ik zeg eerlijk, broeder. nogmaals, broer. Als Allah met jou, als Allah het jou gewoon jouw weg gaat geven, broer. Niemand kan jou tegenhouden, broer. Ik heb op dat moment, broer, in de coronatijd verkocht ik gewoon 100, 200 pakketjes in een maand, broer. Ja. Gewoon, het was gewoon echt, gewoon dat massa kassa, dat was echt letterlijk massa kassa. En bij mij is het altijd van eerst verkopen, dan zie ik wel wat ik ga doen. Maar ik moet eerst wel kunnen verkopen. Ik kan wel heel leuke strategies gaan verzinnen. Maar als het niet werkt, je plan niet werkt, heb je heel die strategie voor niks gedaan. Ja. Laat me eerst doen, laat me eerst duiken in de oceaan, daarna zie ik wel hoe ik eruit kom. Ja. Nou, broer, zo gezegd, zo gedaan. Ik zeg tegen mijn zus, jullie worden managers, dit en dat. Maar hun wouden dat niet. Want ik werkte met mijn zussen op dat moment. Gaan ze misschien niet leuk vinden dat ze door. Werkten we op percentage. Weet je, ze verdienden ook best wel leuk geld. Want als ze dan voor de €200 gingen lezen, dan kregen ze de helft. 50-50. Maar ja, als jij 10 mensen maar lezert, heb je natuurlijk niet een heel lekkere bedrag. Ik zeg gewoon, luister, ik ga jullie manager maken. En wat bedrag wat je nu verdienen, krijgen jullie van mij gewoon vast. Maar als manager. Maar voor hun was het gewoon te mooi om waar te zijn. Van Gino, luister dan. Waar praat je over? We hebben maar 1 apparaat. En hoe ga je dat doen? Ik zeg, luister, binnen nu en no time gaan wij gewoon knallen. Broer, 100 pakketjes verkocht, 25k. Eerste maand binnen gaat gelijk 2e apparaat gekocht. Ja. De tweede maand weer 100 pakketjes verkocht, 3e apparaat gekocht. En dus niet in je zak gestopt, maar gelijk, door investeren. Ik weet, ik heb een doel, ik wil mijn doel gaan behalen. En mijn einddoel was van mijn familie ook niet meer zo hard laten werken. En dan gewoon samen genieten van het succes wat we allemaal hebben behaald. Ja. En mijn moeder, die kwam natuurlijk altijd langs. En mijn moeder was ook trots altijd op ons. Want ze zag altijd mijn broer, mijn 2 zussen. En mijn andere, dus ik heb 4 zussen en een broer. Mm-hmm. 3 zussen en een broer, die werken nog steeds samen. Tot dag van vandaag. 2e apparaat, 3e apparaat, 4e apparaat. Broer, op een gegeven moment kwamen mensen uit Groningen, uit Maastricht, uit België. Kwam gewoon bij ons laseren, bro. Dan praat ik over na de corona, hè? Dus net 2020. Ja. 2020, dus en 2020 was voor mij een hele succesvolle jaar. Ik heb mijn schuld toen die €100.000 had ik binnen, ik denk januari was 3 maanden, april. 2020 had ik al mijn schulden afgelost. 2021 ben ik gewoon schuldvrij naar binnen gelopen. En toen begon ik te knallen. Want die pakketjes die bleven maar verkocht worden. Ik was gewoon een hype. Ja. Concurrenten werden pas later wakker. Ja. Want op dat moment, ja, ze denken Laserclink Genostel. Ik heette toen ook Laserclink Genostel. Dat is van Fitbarber Genostel. Ben ik omgezet naar Laserclink Genostel. Dat ging zo hard dat... Ja, broer, dat de naam mocht dragen. Ja, ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Kijk, ik kon knippen. 20 man. Op een dag pak je €1.000. Maar ja, als jij 4 kamers en dan bereken je eigenlijk €100 per kamer per uur. Je bent 8 uurtjes open, €800 per kamer. 4 keer 800 is €3.200. Ja, €1.000 of €3.200, snel berekend, toch? Ja, snelle keuze. Ik denk natuurlijk op dat moment niet aan de kosten. Dus ik denk alleen maar aan omzet. De kosten komen later opbouwen. Ja.
Natuurlijk personeel, managerschap. Provo begon echt een imperium te worden. Echt groot te worden. Op een gegeven moment in 2021 midden zei ik tegen mijn neefje. Mijn neefje was zoon van mijn zus. Die is 10 jaar jonger dan mij. Kartal. Hij werkte bij Mio Lounge als manager. Ik zei tegen hem van neefje, luister. Dit is het plan van aanpak. Je ziet wat we aan het doen zijn. Ik voel dat we aan het groeien zijn. Maar ik zei, alleen kan ik het niet. Ik heb iemand nodig, een rechterhand nodig om samen door te groeien. Ja. Hij zei, oké, wat wil je dat we gaan doen? Ik zei, kijk, we gaan een zaak openen in België. Want mijn klantenkring bestond 30% uit Belgen. Elke weekend zat ik vol met Belgen. Broer, moet je nagaan, hè? Gewoon van Brussel en alles gewoon. Want het was te goedkoop om waar te zijn. Ja. Dus mensen gingen gewoon kilometers. Zelfs met die benzinekosten erbij was nog steeds goedkoop. Was gewoon nog steeds goedkoop. Ik was gewoon, ja. Ik heb heel de markt eigenlijk, lezenmarkt, gewoon kapot gemaakt. Ja. Om die vervolgens weer te repareren. Te repareren, zeker, ja. Maar ik dacht van, ik moet gewoon, iedereen moet weten wie ik ben. Ja. Dus alle klinieken, alle klanten moeten gewoon weten wie ik ben. Ja. Maar op dat moment begon ik ook op Snapchat een beetje hype te worden. Want Snapchat, Instagram, weet je, verhalen. Dus ik heb eigenlijk mijn strategie van kapper, heb ik omgezet naar laseren. Ja. En waarom ik ook eigenlijk succesvol ben in de beautybranche, is als man in de beautybranche is heel is bijzonder. Uniek. Ja, bestaat uniek. Bijna niet. Bestaat bijna voornamelijk niet. Vrouwen. Ja. Vrouwen, ja, die hebben één zaak. En die hebben dan een Chanel tasje en die wil dan meer eigenlijk van ik heb een zaak dan het echte doel. Gewoon rammen en maakt niet uit als je verlies maakt. Gewoon opbouwen die handel en later zien we wel wat we met al die klanten gaan doen. Geef me, broer, ik ben in 2021 hadden we een klantenbestand van ik denk misschien tussen 1500 klanten. 2022 zeg je? Ja, 2022 begin. Ja. Maar 2021 half heb ik met mijn neefje gesproken van hey, luister, gaan we nou een zaak in Antwerpen openen. We gaan gewoon heel shoot, we gaan gewoon 50-50 doen. Alle investeringen en je bent gewoon mijn compagnon, zaak in België. Ik heb hem heel moeilijk moeten overhalen, maar hij is een hele loyale jongen. Ik moet ook natuurlijk loyale mensen hebben om me heen om dit te kunnen doen. Want je moet ook natuurlijk, je geeft een zaak weg samen, ja. Maar hij moet daar wel gaan staan. Ja, gaat er samen in. Ja, zoon van mijn zus. Hij zegt, maar Daje, weet je wat, ik ga het gewoon met jou doen. Ik geloof erin. Januari 2022, broer. 7 januari hebben we onze zaak geopend in België, in Rumst. Bro, en dat is ook weer iets heel geks. Ik ging gewoon random. Het moest een zaak zijn in België, maar maakt niet waar. Dus ik vertrouwde zoveel op Allah en gewoon van, het gaat toch goed komen. Maakt niet waar, ik moet gewoon in België zitten, maar dus maakt niet waar. Dus jij deed gewoon je ogen dicht en hand ergens op Google Maps, hier. Bam, gewoon Rumst. Eerst mogelijk kans, gewoon gelijk pakken. Gelijk pakken. Ja. Mijn neefje zegt mij, er is een zonnestudio, die kunnen we overnemen. Is goed, we gaan daar naartoe. Pap, we tekenen. We tekenen en in januari 2022 zijn we gestart daar. Deur geopend. 2022 januari, eind januari, kregen we te horen dat mijn moeder de K-ziekte kreeg. Dus het was eigenlijk een vreugde en een klap in het jaar 2022. Maar ja, broer, nogmaals, ik was zo erg bezig met praktiseren en ik was zo erg bezig met mijn geloof, dat ik wist van, ja, dit komt van Allah. We gaan allemaal een keertje de andere kant op, maar ik had het niet verwacht op dat moment. Maar ik dacht van, dit is een beproeving en ik had een hele goede band met mijn moeder. En we gingen gewoon, ik vertrouwde op Allah. Ik denk, ja, als mijn moeder zijn tijd is gekomen of als ze wordt genezen, gaat ze genezen. Als haar tijd is gekomen, komt haar tijd. Het was gewoon een hele moeilijke periode, broer. Maar ik had natuurlijk ook natuurlijk zakelijk gezien een nieuwe zaak geopend. Dus ik moest ook natuurlijk gaan werken. 2020, in april zei mijn neefje tegen mij van, Daje, zullen we een branding gaan doen? Ik zeg, branding, wat is branding? Weet je, rebranding. Hij zegt, ja, kijk, als we echt met Lazy King Genius staan, kunnen we natuurlijk niet internationaal gaan. Want ik had natuurlijk een hele grote droom. Ik wou de grootste worden in de ding. Hij zegt, als we rebranding gaan doen, kunnen we groter worden. En we kunnen ook misschien gaan franchisen. Andere naam. Hm. Toen kwam in aanraking met Mr. Boost. Dat is een hele grote bureau die rebrandings kan doen, brandings kan doen. Bro, hij kwam gelijk met een factuurtje van 80k of zo. Ja man, bro. Voor een nieuwe website, nieuw design, nieuwe naam, alles erop en eraan. Ja, dat is veel werk ook. Dus ik zeg tegen mijn neef, ik zeg, we zijn net uit de schulden, we zijn net even schuldvrij. Ik zeg, we gaan nu weer een ding. Hij zegt, ja, maar als we dat willen gaan doen. Ik zeg, weet je wat? Shoot, we gaan het doen. Risico nemen. In april hadden we de akkoord gegeven en mijn moeder werd ook steeds slechter. Ja. En 15 mei 2022 hebben we mijn moeder verloren. Ja. Allah rahmo, ja, echt. En dat was voor mij ook een moeilijke periode. Maar ik dacht ook bij mezelf van, ik moet gewoon succesvol zijn. Ook naar mijn moeder toe. Want mijn moeder was altijd trots op mij. Omdat ik heel de familie bij elkaar hield. En we werken ook samen.
Dus mijn moeder was gewoon heel blij. Dus je kunt op een gegeven moment voor je moeder gaan doen ook? Voor mijn moeder gaan doen, natuurlijk. Je doet alles voor je moeder, voor je familie, voor je ouders, om hun trots te maken. Ten slotte, islamitisch gezien, je moet je familie gewoon altijd helpen. Je moet ook andere mensen hebben natuurlijk die het wat minder hebben. Ja. En ik hou van om mensen te helpen. Maar je weet zelf, hè, wat we altijd zeggen, is het wat je met je rechterhand geeft, hoeft je linkerhand niet te weten. Ja. Ik ben ook achter de schermen ook met heel veel projecten bezig. Inshallah, dat gaat op een goede om andere mensen te helpen. Dat gaf mij ook meer voldoening om andere mensen te kunnen helpen in het leven. Ja. Weet je, gewoon mensen die het nodig hebben en projecten steunen. En dat gaf me ook de power. Ik dacht van, hey, luister, ik ga voor Akhira werken en ik ga gewoon mijn best doen om alles van te maken. Mooi. Hoe we die branding zijn gestart, rebranding zijn gestart in april, werd ergens in oktober zou die gelanceerd worden. En toen zei mijn neef tegen mij, het zou leuker zijn als we nog een derde zaak zouden gaan openen ergens in Amsterdam. Ik zeg, ja, dat zou zeker wel leuk zijn. Ik zeg, maar kunnen we het wel aan, weet je wel, van qua personeel en zo. Mijn neef zei, weet je, we gaan gewoon shooten, we gaan gewoon doen. En was er veel vraag? Of waar kwam ja, ook veel vandaan? Vraag, bro. Nog steeds op de dag van vandaag, broer, aanvragen blijven maar binnenkomen. We krijgen nu, wat ik zeg maar toen, wat mijn droom was, zeg maar, van 100 klanten per maand, zijn er nu, we zitten nu bijna op 600, 700 klanten per maand. Ja, we zijn keer 6, keer 7 gegaan. Mooi. Hebben een zaak in oktober 2022 een tweede zaak derde zaak geopend in Hoofddorp, broer. En ons systeem werkt. Ja. Het systeem, het hele laserpakket systeem, weet je, met deals, weet je, 5x500, 3 zones, 4 zones, 5 zones. Dus het hele strategie werd alleen maar beter en beter en beter. Als je onze website nu gaat kijken van Glow, broer, onze website is de mooiste website van, want we hebben ook heel veel geïnvesteerd natuurlijk. Ja, 80k. Mag begrijp ook je? Van wel, hè? Dus mooie naam ook. Mooie naam, Glow, internationaal. In de tussentijd, broer, zijn we met Franchise Factory in zee gegaan om een franchise concept neer te zetten. Op dit moment, broer, en dat, we praten natuurlijk, als ik dan zeg van mijn eerste zaak, praat ik over 25k omzet. We zitten nu met 3 zaken, denk ik, tegen de 2,5 ton per maand omzet. Ja. Dus ik ben eigenlijk al, we zijn eigenlijk al alhamdulillah een miljoenenbedrijf geworden qua omzet. Ja, de Glow staat er, man. En binnenkort gaat er vestiging open in Utrecht, franchise. Leuk. We zijn bezig met franchise in Brussel. En we hebben ook aanvragen uit Dubai. We hebben aanvragen uit de Tanger, uit Casablanca. Dus Glow is echt een internationale bedrijf aan het worden. Vet. Tegelijkertijd hoor ik nog steeds dat ene pakket van €500. Vijf keer voetbal die 500. Waar je geen winst, tenminste, of weinig winst mee maakte. Winst, hoe is dat nu het geval? Heb je zeg maar je bedrijfsprocessen zo ingericht dat je daar nu wel met datzelfde pakket winst kan maken? Of heb je nu een anders, laat je daar een anders? Of ben je nog steeds aan het bouwen? Wat is het idee nu? Broer, het idee was gewoon voor mij op dit moment was gewoon natuurlijk al op het bouwen. Ja? Maar kijk, één klant met €500, hou je misschien een winstmarge over van, praten we over misschien €80 of zo. Oké, dus er is wel winst in dat pakket. Winst, maar niet en dan veel. Is het gewoon massa is kassa. Juist, dus ik moest gewoon massa hebben. Om uiterlijk, dus ik had de druk hoog gezet, zeg maar. Ja. Nu is die 5x500 al voorbij. Nu zijn we al 25% duurder. Prijzen omhoog gegaan. Ja. Zijn duurder geworden. En we gaan ook, nu zijn we van de goedkoopste kliniek, gaan we nu door naar de duurste kliniek. Dus mijn uitdaging is nu om de duurste kliniek te worden van Nederland. Ja, gaat je zeker lukken, want je bent ook van de goedkoopste naar de duurste kapper gegaan. Dus. Precies. Maar goed, als ik kijk naar jullie uitstraling, hoe jullie het doen, hoe jullie het aanpakken. Alles is optimaal voor mijn professional. Dus. Broer, we hebben het zo neergezet dat op dit moment eigenlijk, we werken met back office, we werken met een eigen accountant, we werken met een HR-manager. We werken echt met een hele grote team. Ja. We hebben zelfs rayon manager die dan al langs de vestigingen gaat. Ja. Ja, vet. Tegelijkertijd moet je natuurlijk ook verwaken dat je niet te veel winst gaat maken. Islamitisch gezien. Dus, het is goed natuurlijk om de duurste te worden, maar ethisch verantwoord ook. Maar goed, dat moet je natuurlijk zelf weten. Ieders ding. Maar ja, met de inflatie en alle kosten die je maakt, is het tegenwoordig ook gewoon lastiger om heel veel winst te maken. Dus je maakt niet het heel is logisch dat je met de prijs die kant op gaat omhoog, zeg maar. Ja, kijk, ik doe het voor een bepaald doel, broer. Eindstand, broer, ik zeg je eerlijk, bro. Ik wil gewoon dingen wat ik heb opgebouwd, broer. Kijk, we zijn met niks gekomen en we gaan met niks weg. Ja, het absoluut. Is niet hoe je bent gekomen, het is hoe je weggaat. Ik geloof gewoon, wat je achterlaat, dat is het. We hebben niks, broer. We beheren zelfs onze lichaam. Ons lichaam laten we ook hier achter. Alles beheren we. Het is niet van ons. En ik wil gewoon... mijn doel is met mijn neefje samen een mooie stichting openen.
En eigenlijk al wat we hebben verdiend, allemaal met mensen helpen aan huizen, aan scholen, aan moskeeën. Dat is de grootste goal voor mij in mijn leven, is dat. Op dit moment zijn we aan het bouwen. Mooi. En inshallah op mijn 40ste, 50ste wil ik wel een... Gaat je lukken. Inshallah, ja zeker. Intentie is goed. Intentie is goed, tegelijkertijd ben je ook nog bezig met de Mori Vision. Dat is een bedrijf wat je recent hebt opgezet. Klopt. Heeft weer te maken met de kappers... wereld. Ja. Vertel even kort als je wil, wat houdt het in en hoe gaat het? Waar ga je naartoe groeien daarmee? Hoe gaat het? Ja, Mori Vision Broer is een bedrijf die ik samen met mijn neefje weer op heb gezet. En nog met een vriend erbij, we zijn met z'n drieën. Mm-hmm. Ik dacht bij mezelf van, die succes die ik heb gemaakt, ik ben omgeswitcht. Ik ben trouwens ook al bijna een jaar gestopt met knippen, zeg maar. Ik doe het nu Je doet het helemaal niet meer? Bijna niet meer. Tenzij Ronaldo belt. Cristiano Ronaldo, dan is een ander verhaal. Of Messi. Maar ik heb zeg maar, omdat heel veel mensen ook mij vragen van bro, wat doe je nu? Hoe ben je? Wat is lezen? Ik krijg heel veel vragen. Ja. Ik dacht, ik kan iets creëren misschien voor de barbers. Wat ook een succes kan zijn. Een kleinere laserapparaat. Ja. En alleen maar voor de wangetjes, voor de nekharen, weet je wel. Iets creëren, wat er nog niet is. De mannelijke barbers. De mannelijke barbers. Ja. Ook de vrouwelijke barbers in principe. Want het is het hele gezichtlaser. Broer, ik heb een bedrijf in Duitsland gevonden... ideeën uitgelegd. Die vriend van mij die had connecties, de derde zeg maar, samen met mijn neefje gingen we zitten bij Aquasia. Ik zeg, dit is mijn plan. We gaan een apparaat neerzetten voor de barbers en we gaan knallen. Wow. Dit is gewoon een gat in de markt. Want je hebt geen dat is iPhone, Samsung, nee. Er gaat één apparaat komen en er is geen concurrent. Ja. Gelijk de patent erop leggen. Ja. Zei tegen mij van, gaat een succes worden? Ik zeg, broer, dit gaat een succes worden. Geloof waar me. Kwam die behoefte vandaan? Nog een stapje terug. Waar zeg je dat, hier is behoefte aan, dit moet ik gaan doen? Ik kreeg heel veel vragen van kappers van, bro, werkt het laser? Hoeveel verdien je? Want ja, iedereen ziet mijn lifestyle. Dan denk ik van, die kapper, hij is als kapper begonnen en hij is nu een laserkliniek geworden. Mm. En ik dacht dat, want kijk, voor een laserkliniek of voor een laserapparaat, groot apparaat, heb je een kamer nodig. Ja. Maar voor zo'n klein apparaat heb je geen kamer. Dan kun je gewoon na het knippen, kun je gewoon zitten zo en dan kun je gewoon behandeld worden. Ik dacht, als ik zo'n klein apparaat kan laten creëren, kan ik dat gewoon verkopen. Gewoon gat in de markt. Ja. Ja, broer, zo gezegd, zo gedaan. Apparaat is gelanceerd. En we zitten nu in kleine 6 maanden, zitten we bijna in 24 salons. Kijk. Waarvan 3 landen. Wow. In Madrid. Wow. Madrid, België en Nederland. Mm-hmm. Spanje natuurlijk. Ja. Die Madrid is ook een heel apart verhaal. Ik ben helemaal van hier zijn we naar Madrid met de auto gegaan. Ja, ik zag het. Bij de kapper van Benzema, die Real Madrid spelers. De grootste kapper van Spanje had mij benaderd. Van Gino, wij willen een mooi apparaat. Bro, niet nadenken, gewoon doen. Bam, ik ben gewoon gereden, apparaat daar geleverd. Ik heb het vertrouwen in Mori sowieso. Mori is al een begrip in de barbewereld, beautybranche. Het is nog in hele korte tijd, broer, kan ik je wel zeggen dat we bijna we zijn 6 maanden bezig en dat is ook al bijna al een miljoenenbedrijf. Aanvragen komen gewoon echt binnen. Alhamdulillah, weet je het is, broer. Nogmaals, alles komt van boven. Het is een zegening van Allah. Ja. Jij moet jouw niyyah doen, jij moet jouw sebeb doen en alles komt van Allah. Ja. Ik geloof ook, als het niet succesvol wordt, broer, daar geloof ik ook gewoon heilig in. Broer, dan is het niet voor mij bestemd. Nee. Dus het is niet zo van, heel makkelijk van, oké, jongens, doe dit en het gaat succes worden. Kijk, iedereen's risk is bepaald. Alleen jij moet je sebeb gaan doen. Ja. En dus ik ga niet zeggen tegen iedereen die nu luistert van, ja jongens, jullie moeten dit doen en jullie gaan 100% een Lamborghini rijden en jullie gaan een Range Rover of wat dan ook. Nee, jij moet je sebeb gaan doen en als daar jouw brood ligt, dan ligt het daar, broer. Ik wou een voetballer worden, maar ik ben geen voetballer geworden. Ja. Ik ben nu een kapper. Ja, kapper ben ik ook niet meer. Ik ben nu een ondernemer geworden. Maar ik leef wel de leven wat ik eigenlijk wou leven, zeg maar. Ja. Mensen helpen, familie helpen, bij elkaar houden. Mooi. Ja, broer, Mori Vision is niet alleen maar voor de barbers, broer. Op een gegeven moment dacht ik van, ik kan ook de beauty salons. Waarom moet ik alleen maar gericht zijn op de barbers? Toen ben ik een groter laserapparaat gaan doen. Dus nu leveren we en aan de barbers. We leveren en aan de beauty salons. De grotere apparaten, Quattro Wave. 4 golflengtes, is er weer een nieuwere versie. In 2023 hebben wij het weer uitgebracht. Bro, dat is ook een... wat ik op de markt breng, broer, het loopt. Het loopt, hoe gek het ook klinkt, het loopt. En we zijn nu bezig met voor de voetballers en voor de topsporters een herstelpak van Mori. Ik wil ook niet veel op het ding op. Dat gaat binnenkort komen, broer. Ja. Maar ik kan wel zeggen, broer, dat Mori Vision, broer, binnen nu, inshallah, en... Ik denk misschien over 2-3 jaar, broer, we gaan echt internationaal. Dan gaan we je weer spreken voor een deel 2 van de podcast. Ja, inshallah. zeker, inshallah. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. We gaan je zeker blijven volgen. Om de podcast af te sluiten vragen we altijd aan de gast van... je hebt zoveel ervaring. Ik hoor hier werknemerschap, werkgeverschap, verschillende bedrijven succesvol opgezet, veel geleerd.
lastige tijden ook gekend, succestijden gekend. Daar leef je ook nu in. Die hele rugtas vol aan ervaringen. Wat, als je dan zegt van oké, ik zou dit advies meegeven aan de jongeren of de mensen die dit luisteren en graag willen ondernemen. Welk advies zou je mee willen geven aan de mensen die dit zien of horen? Ja, dat is misschien weer heel cliché of heel standaard antwoord. Maar het standaard antwoord is, broeder, dicht bij je schepper. Beide benen op de grond gewoon. Dicht bij je familie. Hou mensen om je heen. Maak je cirkel niet te groot. Hou je cirkel gewoon klein. Ga met de juiste mensen om. Ja, hoe ga je met de juiste mensen om? Dat leer je gewoon met de tijd. Je moet ook leren vallen om te kunnen opstaan. En dan weet je van oké, volgende keer ga ik niet meer die fout maken. Dus je moet ook gewoon fouten maken. Ja. Zie een fout niet als een fout, maar zie het als een les. En uit die les moet je natuurlijk wel wat uithalen, zodat je volgende keer niet dezelfde fout maakt. Ja, voor een succesvolle ondernemer te zijn. Ja, wat is succesvol? Ik vind gewoon persoonlijk, als jij gewoon je richt, je vijf gebeden doet per dag. Je bent goed met je familie. En je bent op de goede pad, broer, dan ben je al genoeg succesvol. En daarnaast als ondernemerschap moet je gewoon je sabab gaan doen. En Allah zal jouw weg gaan openen. Nogmaals, mijn carrière in 2014 dacht ik dat het over was. Terwijl dat eigenlijk mijn opening was voor waar ik nu sta. Ik ben die politieagent, ben ik dankbaar dat hij mijn rijwijs in beslag heeft genomen. Ik ben justitie dankbaar dat ze mijn contract niet hebben verlengd. Want anders was ik nooit geweest waar ik nu ben. En, dat zou moeten zijn. Je had het zo moeten zijn, bro. En op dat moment, ja, ben je daar. En waar ik nu, als ik nu terugkijk, lach ik erna van, alhamdulillah, dat het allemaal zo is gelopen. En ja, nogmaals, Allah is de enige planner. Wij kunnen plannen wat wij willen. Er is maar één planner. Als je terugkijkt, dan is het eigenlijk allemaal heel logisch. Ja, mooi. Eigenlijk wel. Ah, top. Mooi advies, broer, om mee te eindigen. Maar ik geloof, ik dank je wel voor het toelichten van jouw mooie succesverhaal. Ik kijk nu al uit naar een deel 2 die we ooit ergens over een paar jaar gaan opnemen. Ik ben heel benieuwd waar je naartoe gaat groeien met Mori Fashion, maar ook met Glow. Zijn twee veelbelovende concepten. Goede groeimarkt. Dus mensen, ik zou zeggen, volg Gian ook. Gino Style, Fit Barber. Toch, je Instagram bekend? Fit Barber, Gino Style, ja. Volg hem op Instagram. Volg hem ook op Snap. Wat is je Snapchat account? Snapchat is Kapper Gino. Cappuccino, volg hem als je wil zien hoe hij dit allemaal doet, hoe hij de groei doormaakt en ja, wat hij er allemaal van leert. Hij deelt heel veel wat hij leert, deelt hij ook, heb ik gezien op social media, dus volg hem. Deel dit interview ook met mensen die graag willen ondernemen of geïnspireerd willen raken. Ik zou zeggen, dank jullie wel voor jullie tijd. Abonneer je op ons YouTube kanaal, volg ons op Spotify, volg ons op LinkedIn en volg Gino. En dankjewel nogmaals. Ik wil jou heel erg bedanken, broer. Graag gedaan, man. Het was een eer voor mij om jouw verhaal hier toe te lichten. En hopelijk kunnen heel veel mensen hiervan genieten. Inshallah, zeker. Dankjewel. Ja, zeker. Gian, beste luisteraars en kijkers, tot de volgende keer. Doei, doei.